Hoe was het voor jou om in Rotterdam, heb je ook Feyenoord benaderd, om daar nee te horen? Natuurlijk was ik daar wel teleurgesteld over. Maar je legt een vraag neer bij een club en nee is ook een antwoord. En dat moest ik respecteren en accepteren. En dat is verder geen probleem. Natuurlijk had ik daar graag willen trainen. Mijn kinderen zitten daar ook, dus dan zit je daar in de buurt. Maar goed, ik wil niet in problemen denken, ik moet in oplossingen denken. En dat ik hier dan aan de slag kan, waar ik ook een verleden heb. Dat voelt eigenlijk wel heel prettig. En ik zag al wat bekenden langs de lijn, dus dat is altijd leuk. Ben je natuurlijk zat in de club of in de trainer in Rotterdam of in de situatie? Nou ja, gewoon, het is gewoon jammer omdat ik daar heel lang gespeeld heb. Maar voor de rest, ja, weet je, wat ik al zei. Je legt er een vraag neer en nee kan ook een antwoord zijn. En dat is jammer, maar ja, voor de rest ga ik dan verder kijken. Niet verwacht, denk ik? Niet verwacht. Ik had het gehoopt, omdat het gewoon qua alles het meest praktisch ook was. En daar heb ik met heel veel plezier altijd gevoetbald. En, ja, goed, ik heb dit nu gewoon nodig om verder te komen en daarvoor ben ik AZ heel dankbaar. En, ja, wat ik al zei, als je dan met open armen ontvangen wordt, dan geeft dat gewoon een heel prettig gevoel. En nogmaals, ik heb heel veel zin in. Toen ik hier vanochtend naartoe reed, was ik niet zenuwachtig, maar als soort schooljongen, weet je, die voor het eerst weer naar een nieuwe school of een nieuwe klas komt, weet je, dat was toch wel een bijzonder moment.